Oh, ik ben het kwijt. Voor deze bomen. En welkom bij vlog 51. 51. Zoals je kan zien gaan we weg met het weer wat we in Nederland gewend zijn. Regen. Ja, en kassen. Als je naar buiten kijkt heb je het idee, het heeft gesneeuwd. Of het gaat sneeuwen. Ja. En wat heel raar is, er werd echt harde wind voorspeld, nu al. Ja. Maar het is gewoon windstil. Ja, gelukkig wel. Daarom zijn we ook extra vroeg weggegaan. Ja. Want het is pas 9:30. Ja. Nou, dat is voor ons heel vroeg. Ja. Ja, het is nog 9:30 om precies te zijn. Oh. Want de receptie van de camperpark is nog niet eens open. Maar wij zijn de sneaky weggegaan. Ja. Maar goed, we hadden al betaald en we hebben geen stroom gebruikt. Nee. We zijn nu op weg naar... Cata de Cabo. Ja. Nee, Cabo de Cata. Dat is een uurtje rijden. En dan, dan blijven we 2 dagen. Ja. We hebben net ook nog even boodschappen gedaan, dus... En we hebben daar aangegeven dat we wat vroeger komen in verband met het weer, maar... Dat was geen probleem. Vooralsnog. Vanuit de camper. Ja. Even kijken, rechts is vrij. Oké, nou, we zijn weer vertrokken. Ja. Het is vandaag maandag. Ja. 11 maart. Ja. En we hebben niet veel van de omgeving gezien. Nee. Ja, kassen. Want toen we aankwamen regende het. En toen het ophield met regenen, ging het waaien. Ja, behoorlijk hard weer. Ja. Dus, nu gaan we weer, terug naar Los Lobos. Eerst gas tanken. Boodschappen doen? Boodschappen doen in Puerto Lumbreras en dan rijden we naar Casa Los Lobos. Oké. Nou, het is mooi weer vandaag in ieder geval. Het ziet er heel mooi uit. Ja. Het is nu al 21 graden, zegt Fiat. Oké. En dan is het net 10:30. Ja. Rondjes om de kerk gereden? We hebben even 3 rondjes om de kerk gereden, ja. Maar het was voor de goed doel. Ja, gas tanken. Tank zit weer vol.
kunnen er weer een week of vijf tegenaan. Want gezien het weer hebben we voor de kachel niet nodig. Nee. Dat is zo. En nu op weg naar Puerto Lumbreras. Ja. Boodschappen doen. Ja. Dan hebben we dat ook weer... Hebben we dat ook weer gehaald. Geregeld. Maar het is al warm, hè? Ja, het is behoorlijk warm, ja. 22 graden, zegt Fiat. Maar... Die heeft in de zon gestaan. Zo, achter het glas voelt het warmer aan. Kijk, die hebben haast. Zo, boodschappen gedaan. Zie. Broodje gegeten. Ook nog. Ook nog. En wie kwamen we tegen bij de Mercadano? Vera Soeters. Ja. En Theo. Nou, ook grappig, toch? Ja. Het is heel mooi weer. Ja, zeker wel. De Fiat zegt 20 graden, maar... Die heeft 22. In de zon gestaan. 22, zegt hij nu. Nee, 20. Nou ja, maar het is lekker. Het is ja. Mooi zonnetje. Ja. Het waait nog wel. Hier en daar. Camperdouw zou zeggen blue, blue sky. Na 800 ja. meter neemt de afslag. Wel weer mooi hier. Mooi uitzicht. Wel weer blaffende honden hier volgens mij. Ja, hier was wel weer. Na 200 meter bestemming. Soms wel, soms niet. Niet de hele tijd. Menig ander camperplaats. We hebben een vlieg meegenomen. Ja. Maar wanneer we die hebben meegenomen, dat weet ik niet. Sla linksaf en sla linksaf. Sla linksaf en sla linksaf. Nou, we zijn gearriveerd. Hey, hallo. Dag Ineke. Hallo Onnie. Bonnie. Bonnie, Bonnie. Wat gaan we doen? We gaan een stukje fietsen. Even naar het kleine dorpje hier verderop. En we moeten even geld pinnen, want hier contant betalen. Ja. En we zien wel wat we verder tegenkomen. We moeten nog wel even naar Mimi toe, want we voor vrijdagavond eten bestellen. Oh ja. Dat moet voor 1 uur. Het is 10:45. Ja, echt. Ja. En wat is er gisteren gebeurd, Ineke? Willen we dat eigenlijk wel vertellen? Jawel. Ja? We hadden de luifluit gezet en het was windstil. En bij de buren ging die op een gegeven moment een stukje omhoog. En bij ons, ja, de wind stond anders. Dus we dachten nou, hè? En dachten we, nou, we gaan even binnen lunchen. Geen probleem. En in ene kwam er een windvlaag en de hele luifel ging zo over de camper. En? Schade, alleen de knikarmen. De knikarmen zijn stuk, ja. Dus die hebben. Die liggen daar op de grond. Ja, dat is de helft, want de andere helft zit er nog aan vast. Ja. En gelukkig verder geen. Voor de rest geen schade. Nee, even vastgezet met. Vastgezet met tie-rips. Ja. Je hebt de schade Aveco al gebeld. Ja. Heb al een formulier ingevuld. Ja. Dus, dat dus, hè? Ja. Dus ja. Het is niet anders. Het is niet anders. Geen luifeltje meer voor ons voorlopig. Voorlopig niet. Dus nee. Dat wordt... Ik denk dat het pas in Nederland gemaakt kan ja, worden. Zoals het nu naar uitziet wel. Want, ja. Nou, sowieso, want dat scheelt ons een hoop eigen risico. Ja, ja, dat is zo. En misschien kunnen ze alleen die knikarmen vervangen. Ja. We gaan het zien. We gaan het zien. De hangmat zit nog. Ja, heerlijk. Daar hebben we een filmpje over gemaakt. Dat heeft iedereen al gezien, denk ik. Of niet, maar dat komt in ieder geval nog in deze vlog. Ja, ja. We gaan fietsen. Yep. Hallo Ineke. Hey, hallo. We zijn even gestopt. Ja. Voor even om rond te kijken. En misschien ook een vraag te beantwoorden. Ja. Worden toch wel wat vragen gesteld? Ja, de eerste vraag, en die stel ik dan maar aan jou. Hoe lang camperen we eigenlijk al? Nou, dat doen we bijna 2,5 jaar. Om precies te zijn, zijn we op 18 november 2021... in de camper gaan reizen. Dus en dat doen we met veel plezier tot nu toe. Ja, geen probleem. Fijn. Okay. En we hebben een hangmat ontvangen. We hebben een filmpje van gemaakt hoe die in elkaar wordt gezet. Ik ben het kwijt. Hij weegt 15 kilo, inclusief standaard. Tot 120 kilo. Kan erin, hè? Kan erin. Schoon aan de haak. Schoon aan de haak. Dus wij kunnen er samen niet in?
Nee, dat gaat niet worden. Net niet hoor, net niet. Dat is leuk. We gaan laten even het filmpje hierna zien hoe dat in elkaar gezet wordt. Goedemorgen Orno. Hey, goedemorgen Ineke. Wat ga je doen? Ik ga de hangmat opzetten. De hangmat van Tropilex, want het is zulk mooi weer. Ja, het is dus, echt geweldig. Ja. En dat... Ja, moeten we even de spullen uitpakken. Zo, ga even de onderdelen op tafel leggen. Dit zijn de bouten om de buizen vast te draaien. 4 stuks. En dan hebben we nog 2 om de hangmat aan vast te hangen. Dit zijn de poten. En ja, die komen een beetje zo. En hier komen de staanders aan en de ligger. En dit is de ligger. En het maakt even niet uit op welke je dat doet. En je hebt geen bomen nodig voor deze hangmat? Ik heb voor deze bomen, deze hangmat geen bomen nodig. Tropilex heeft ze inderdaad met of zonder standaard. Dat is handig als er geen bomen in de buurt zijn. Zeker, en je wil niet elke boom gebruiken om, of misbruiken om een hangmat op te hangen. Nee. Deze staat nu. Maar die ga ik nu vastschroeven met de schroeven. Ook een andere vraag die vaak die meer gesteld is, is wat voor budget hebben wij om rond te komen per maand? Wij hebben €2500 per maand bedacht om te gaan besteden. Dat is inclusief alles, verzekeringen, brandstof, eten, drinken, onze welberoemde culinaire uitstapjes. En voor de rest, ja, eigenlijk alles wat we kwijt zijn. €2500 per maand. En dat is voldoende op dit moment. Oh nou, waar waren we ook alweer gebleven? Ik heb de dwarsligger erop zitten en die ga ik nu vastschroeven. Daarvoor heb ik deze 2, of in ieder geval 2 van de 4 schroeven nodig. Dan begin ik even hier. En dan zit hieronder een gat. Zowel in de dwarsligger als in de standaard. En die draaien we dan gewoon even vast. En dat doen we ook aan deze kant. Heel simpel, gewoon vastdraaien. En verstandig is om goed vast te draaien. Want uiteindelijk ga je er toch in liggen. Deze nog even na. Zo, nou en dat is de dwarsligger die nu vast zit. En wat is de volgende stap? De volgende stap zijn de 2 standaarden waar de hangmat uiteindelijk aan komt te hangen. Dat zijn deze 2. En die hebben een oog. En dat moet dus de bovenkant. Dat is ook logisch, want anders kan je die daar niet op zetten. En deze zetten we ook hierop. En de volgende stap? De volgende stap. Nou, deze moet je ook vastdraaien. Ook weer met dezelfde schroeven als daarnet. Dat kan natuurlijk ook anders. En ook deze weer. Even goed vastdraaien. Nou, en dan de laatste stap, denk ik? De laatste stap, dat zijn deze 2 haken. Of de ene laatste stap is dit. Oh ja, de ene laatste. 2 haken met vleugelmoer om uiteindelijk de hangmat aan op te hangen. Haak naar beneden, hier doorheen. De zekering, of wat noemen we dat erop? En dan de vleugelmoer weer vast. En dan nu echt de laatste stap? Nu krijgen we echt de laatste stap. En dat is de hamok zelf. Netjes in de tas. Ja, eigenlijk is het vrij simpel. Ik kijk altijd even waar de binnennaad zit. Die zit hier. Deze gaat hier doorheen. En hier achterlangs. En hetzelfde ga ik aan de andere kant doen. Achterlangs. Aan de haak. En de hamok staat. En dan is hij klaar voor gebruik. En dat gaat Ineke. Nou, kijk nou eens. Wat wil je nog meer? Heerlijk hoor. We zijn er blij mee. Maar we staan hier nu op een leuk pleintje in. Ja, in Almendricos. Almendricos, ja. We staan in het centrum. We hebben net even geld gepind. Ja, om de camping te betalen. Ja, en daar gaan we zo weer naar terug. Maar... Ja, het is heerlijk weer. Nou, een klein pietenpraatje. Klein Piet. Ja, en hij houdt heel kort. Ja.
We sommen alles even op. 1051 abonnees zag ik vanmorgen. Ja, ja, ja. Vlog 51 dit. Wordt dit, ja. We staan in Almendricos op camping camperplaats Los Lobos. Ja. Casa Los Lobos officieel. Ja. Bij Mimi en Kevin. En wat wilden we eigenlijk vertellen? Nou, iedereen bedankt weer voor het kijken. Ja. Een duimpje is altijd leuk. Abonneren mag. Ja. Is gratis. Helemaal gratis. En er zijn nog steeds abonnees. Of er zijn nog steeds mensen die kijken en nog geen abonnees zijn. Dus dat zou leuk zijn als die er ook nog bij komen. Oké. Doei. Tot de volgende.